Een bijzondere drugsafvaldumping in Breda vannacht. Daar is bijna een compleet drugslab gedumpt bij de Galderse Meren. Aan de Moerstraat werd dit busje gevonden, vol met vaten en ketels. Handhavers zagen het busje staan. Toen ze een kijkje namen, reden twee auto's weg. De politie is nog naar de dumpers op zoek.